een gloednieuwe video. Het is weer GTA Race. Ik blijf hier gewoon uploaden, dames en heren. We spelen weer de Night Rider. En we gaan kijken of dit keer wel eens kunnen worden. Ik vind die echt super. Deze race heet de Dropships. Als je hem ook kan trouwens ook zien. Recht voor je neus. Drop. Een ship moest eronder zetten. Super leuk race lijkt mij. Ik heb hem nog nooit gespeeld. Ik ben benieuwd. Oh shit, dat is niet slim. Iedereen zet die parachute in. Dat is fucking dom. Dan remt jou alleen maar af. Waarom doen jullie dat? Dat is niet slim. Je hoeft niet altijd je ability in te zetten. Je moet echt gewoon slim zijn. Laat wel even als een like achter. Abonneer als je nog niet gedaan hebt. Voor meer leuke GTA 5 speciale achterlijke races. Ik heb geen idee hoe dit officieel heet. Voor mij is het special races, denk ik. Oké, hier moeten we weer springen. Woeie! Dat vind ik zo leuk. Echt, ik vind Springfield Race sowieso leuk, maar dit is gewoon echt next level leuk. Ja. Ik heb best snel virus, op zich is het al lekker. Nu ga je mensen hier een parachute inzetten die... Oh mijn god. Ik hoor het al inzetten, je hoeft niet altijd in te zetten. Waarom ga je het nou doen? Je hoeft niet altijd je ability in te zetten, dat is niet nodig. Oké, we staan vijfde en moeten even deze drie gastjes inhalen. En zonder mij niet crashen. Hopelijk gaan we achterlijk. Nope, crash niet. Ik zie heel veel mensen gewoon die daar niet springen. Die gewoon vol en vol tegen die muur aanrijden. Ik heb het ook één keer gehad. Maar dat ziet gewoon veel grappig uit. Dan druk je de verkeerde knop en denk je, oh ja shit, ik moet springen. En dan rij je vol tegen jouw muurtje aan. Is niet handig. Het is in totaal 2 laps zo te zien. Met elke 34 checkpoints. Dus het ziet er allemaal leuk. Dat is ook wel een beetje een simpele race. Is, want het is nog niet echt een plek waar jij jouw parachute moet gebruiken. Misschien komt dat nog. Maar zo te zien niet. Wie zet hier zijn parachute in? Oké, ze hebben verstand. Ze hebben eindelijk een keer verstand om die auto. De parachute remt gewoon af. Alleen parachute inzetten als jij een lange afstand, echt heel lange afstand moet overbruggen. Dan moet niet over zo'n afstandje, maar echt heel erg lang. Oh shit, ik moet wel op de baan blijven, Rally. Dat is wel handig. Is wel handig om op de baan te blijven. Deze gast moet ik echt even inhalen. Als het echt een hele zure race. Kom op. Chop chop. En soms twijfel ik echt of hier twijfel ik gewoon op mijn jumping moet zetten. Kijk hoe ver die sprong is, weet je. Dan... Oh shit, zulke dingen ga je gewoon twijfelen. Van, moet ik het doen, moet ik het niet doen, omdat je de baan niet kent. Als je de baan kent, dan is dat niet zo, maar... Het is de eerste keer dat ik deze dropship race speel. Waarom maken jullie die bocht altijd zo groot? Zodat die ontploft. Ontploffen is een race, een fucking parachute hoeft niet te ontploffen. Gebruik je shit. Kijk, ik zie dat de eerste race of de eerste lap voorbij is. Want we zijn hier voor mij begonnen. En we zijn vijfde. Denk ik. Of zijn we daar begonnen? Oh, zijn we daar begonnen. Lijkt op elkaar mensen. What the... Oh my god. Ja, gaan wij gelijk weer crashen en alles. Om daar op de grond te wegkomen. Dat is zo irritant, hè? GTA, dat is natuurlijk gewoon live. Oké, we moeten even gaan focussen, want we hebben een achterstand opgelopen, omdat GTA moeilijk deed. Gaat het weer moeilijk doen? Yup, GTA gaat weer moeilijk doen. Dat is altijd bij mij, hè? En die mensen hier neerkomen, die krijgen een puin gelijk doorrezen. Echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Maar oké, het is al zevende. Ik ga dan even opletten op hoeveel we staan eigenlijk. Het is gewoon... Naaiend gedrag. En daar hou ik niet van. Maar ik wil ze wel inhalen. Ik moet ze gewoon inhalen. De mensen gaan mij sowieso inhalen. Oké, hier moet ik springen. Je hoeft niet per se op die gele te springen. Voor mensen dat denken. Als ik puur jouw boost, jouw abilities opladen. Dus je hoeft niet per se te gebruiken. Dofstuk. Ik zal het niet een paar seconden later doen, maar je kan het ook iets voor gebruiken. Dus die gaan denken dat je op dat gele verplicht ability moet gebruiken, want dat is niet zo.
Misschien wel zo'n zesde en ik wil echt die gastje even inhalen. Zij moet de bocht even goed gaan nemen. Moet ik hier springen? Ja. Ik doe het wel omdat dan mijn ability heel goed geladen is, maar het is gewoon waar je zelf 5 vindt waar jij springt. Als je denkt ik ga het halen, moet je daar springen. Oké, let's go. Het is echt wel een simpele race, dat geef ik eerlijk toe. Waarom gaat hij... Oh, hij gaat onderdoor, dat kan... Dat is ook wel slim, maar dit is niet snel. Ik weet niet wat sneller is. Ah. Hij deed wel slim. Ik had eindelijk door dat ik daar langs kwam. Slim. Oh, als mensen daar gaan springen... Oh, moet je eigenlijk doen als je mensen gaan naaien, moet je daar springen. Dan is diegene af. En jij trouwens ook, maar... Is wel grappig. Dus echt, als je dit met vrienden gaat doen, is het echt gewoon lachen. Dan moet je echt gewoon een beetje... En moet je, deze mensen moeten deze race gaan maken. En echt gewoon super zieke shit uitgaan. Nu komt echt zieke race, dan kan ik me wel vertellen. Als mensen dit kunnen maken, dan... Creator is echt wel ziek. Dan wordt hij echt heel leuk. Kom, let's go. Oh, de bochten. Die bochten echt, de auto, ik weet niet wat het is, maar ik vind de auto echt last met bochten. Echt veel te lastig. En dan kunnen deze mensen gewoon niet inhalen. We staan de zesde van de 10. Oh. Ik heb 2 keer geluid GTA zelf. Dus als je dat aftelt, zou ik in principe 4 moeten staan. Maar dan nog is het slecht. Ik wil eerste. Ik wil eerste staan. Kom op. Ik wil deze races zijn gewoon leuk en ik wil eerste staan. Ik heb nooit eerst gehoord deze race is. Dus let's go. Ooit gaat het me lukken. Ooit. Oké, kom op. Oké, we zijn bijna bij de finish. En we gaan proberen met de finish te halen met de parachute. Oei! We hebben geen parachute bij deze race, we gaan hem gewoon gebruiken. Het is eigenlijk wel grappig. Het is gewoon leuk gedaan deze race. Kijk of hij hem inhaalt. Nee, oké, te veilig. Daar gaan mensen mee in, zien wat weer gebeuren. Lieve mensen, een like achter. Abonneer voor meer en dan zie ik je bij de volgende video. Adieu.